Dames en heren, mijn naam is Mark van der Plas en namens Claire en Arjen van Wagamama heet ik u namens Wagamama en Impex van harte welkom op deze online beleggersbijeenkomst. De beleggersbijeenkomst waarin we wat toelichting zullen geven op de corona-ontwikkelingen binnen Wagamama, de mogelijke groeiplannen. We hebben al eerder een online beleggersbijeenkomst gehad. En naar aanleiding daarvan en het laatste nieuws hebben Arjen en Claire aangegeven dat ze graag nog een keer jullie willen informeren. En daar hebben jullie gretig gebruik van gemaakt. Dus er is eigenlijk maar weer éénzelfde spelregel als altijd. Als er vragen zijn, stel ze in de chat. Ik zal af en toe Claire en Arjen onderbreken om jullie vragen dan te stellen. Stel ze gerust, wees niet terughoudend daarin. Ze geven graag alle antwoorden die ze willen geven. Arjen en Claire, mag ik jullie uitnodigen voor het geven van de presentatie? Ja, dankjewel Mark. Goedemorgen allemaal. Mijn naam is Arjen Schrama. Ik ben algemeen directeur van Kaizen. En samen met mijn dochter Claire ben ik verantwoordelijk voor het beleid van Kaizen. Kaizen is de uitgevende instelling van de obligatielening bij Apex. En is de holding van Noedelbar Benelux, de restaurantketen Wagamama in Nederland en België. Wij willen in deze beleggersmeeting een korte uitleg geven over het bedrijf voor degenen die nog niet bekend zijn met Wagamama. Maar we willen met name ingaan op de coronacrisis en hoe wij die hebben doorstaan. Want dat is waarschijnlijk de belangrijkste vraag voor u als belegger. Hoe kan een horecabedrijf tijdens sluiting overleven en wat is de toekomst? En met het oog op dat laatste willen we ook verder ingaan op de opening van ons nieuwe restaurant in Leidse Hagen. Eerst eventjes het algemene verhaal over Wagamama. Noedelbar Benelux heeft de licentierechten van de internationale restaurantformule Wagamama. De franchisegever Wagamama is gevestigd in Engeland en heeft 160 restaurants in eigen beheer. Daarnaast zijn er 60 internationale restaurants die geëxploiteerd worden door franchisenemers, waarvan wij de grootste partner zijn met 9 restaurants in Nederland en België. Claire zal u zo dadelijk introduceren over het restaurantconcept van Wagamama. En ik zal iets vertellen over de organisatie. Waarna Claire weer iets vertelt over de afzonderlijke restaurants. En daarna bespreek ik met u wat de coronacrisis voor ons heeft betekend. En hoe wij ondanks de crisis ons nieuwe restaurant in Leidse Hagen kunnen openen. Claire, als jij iets wil vertellen over ons concept. Ja, goedemorgen allemaal. Mijn naam is Claire Schrama. En voor degenen die niet bij de vorige vergadering aanwezig waren, ik ben business manager bij Wagamama Benelux. En ik ben verantwoordelijk voor de interne organisatie, de processen en de performance van de teams. Ik zal u iets meer vertellen over het Wagamama concept. Wij zijn een Japans geïnspireerd concept. En wij zijn een fast casual dining restaurant. En fast casual dining bevindt zich tussen het fastfood ketens, zoals u die waarschijnlijk allemaal wel kent, en het casual dining of fine dining segment. En fast casual dining is het snelst groeiende restaurantsegment op dit moment en al een aantal jaar. En dat komt door de toenemende vraag van de consument om op een toegankelijke locatie, in een inspirerende omgeving, voor een betaalbare prijs gezond te eten. En dat is exact waar Wagamama inspeelt. Bij ons zitten de gasten zo'n 45 tot 60 minuten aan tafel. Dus we hebben een grote doorstroom van gasten. Daardoor kunnen we heel veel mensen serveren op een dag. En we zitten dan ook op drukke locaties met veel doorstroom. Onze menukaart is Japans geïnspireerd. We hebben een groot scala aan noedel, rijst, curry, ramengerechten. Aangevuld met bijgerechten om te delen aan tafel. En verse sappen en Japanse bieren. Onze gerechten worden vers geserveerd uit onze grote open keukens, waarbij de gasten de chefs kunnen zien. En die zijn efficiënt ingericht, onze keukens. We hebben dezelfde menukaart voor lunch en diner. Dat maakt de operatie overdag makkelijker. En onze enthousiaste teams, zowel aan de voorkant als in de keuken, zijn allemaal getraind volgens de Wagamama manier van werken. Zo kunnen wij de kwaliteit in al onze restaurants waarborgen en de goede service waarborgen. Nou, tot zover ons concept in een notendop. Ik geef het woord weer aan Arjen over de interne organisatie. Even kijken. Ja, ja. Heel in het kort ziet u hier het organogram van Kaizen, de uitgevende instelling, in het midden.
En onderaan staan alle restaurants als zelfstandige vennootschappen die voor 100% eigendom zijn van Noedelbar Benelux, die weer eigendom is van Kaizen. Kaizen heeft 3 aandeelhouders, dat is mijn beheer en de aandeelhouder Griphold van takeaway.com en Jongens, onze groothandel. En daarmee hebben wij 2 strategische aandeelhouders die ons helpen om onze delivery en onze inkopen optimaal te managen. Op de volgende pagina ziet u de tijdslijn van Wagamama, waarbij het eerste restaurant van Wagamama in Londen in 1992 is geopend. Ik ben toen in Londen geweest en heb ervaren wat een geweldige formule Wagamama is. En die hebben wij geïntroduceerd in Nederland. En in 2000 hebben wij ons eerste restaurant geopend op het Max Euweplein in Amsterdam. En in dat restaurant hebben we sindsdien al 2,5 miljoen gasten geserveerd. En dat geeft aan wat een drukte het in onze restaurants kan zijn. Na het Max Euweplein hebben wij in Amsterdam World Trade Center geopend. En daarna Antwerpen in België. En daarna weer in Amsterdam op het Rembrandtplein en op het Centraal Station. In 2016 hebben wij bij NPEX onze eerste obligatielening afgesloten. Voor een bedrag van 2,5 miljoen euro met 9,25% rente. Dezelfde rente als die wij voor de nieuwe obligatielening uitgeven. En met die opbrengst is in 2016 het aandelenbelang van Noedelbar Benelux gekocht en is tevens een nieuw restaurant in Rotterdam geopend. Daarna is in 2017 het 7e restaurant geopend in het Designers Outlet Center in Roermond van McArthur Glen. En vervolgens in 2018 het 8e restaurant in Utrecht. Vorig jaar hebben wij ons allereerste restaurant Max Euweplein volledig verbouwd en uitgebreid met panden ernaast. En dit jaar is in februari ons nieuwste restaurant in Brussel geopend op de voetgangersboulevard Anspach in Brussel. Claire, misschien wil jij heel kort eventjes ingaan op de verschillende restaurants. Ja, zeker. Voor degenen die bij de vorige vergadering niet aanwezig waren, onze uitgebreide vergadering kunt u ook op onze profielpagina vinden. En daar ga ik iets dieper in op de eigenschappen van elk individueel restaurant. Maar zoals Arjen aangaf, hebben we 4 restaurants in Amsterdam op het Max Euweplein, die afgelopen jaar gerenoveerd is. Dus het Museumplein en het Leidseplein. In het WTC, in het World Trade Center, bij het Zuidplein in Amsterdam. Op de begane grond bij het ingang van het station. En het Rembrandtplein, daar zitten we naast Fabiano. En op het Centraal Station, die ziet u hier ook op de bovenste foto, met de weerspiegeling van de Adamtoren aan de overkant van het IJ. Zitten aan de Eihal daar in het Centraal Station. Dan zitten we verder in Nederland nog op 3 locaties. In Rotterdam op de Witte de Witstraat, een drukke uitgaansstraat in Rotterdam. En Utrecht op het plein tussen het Centraal Station en het vernieuwde Hoogkaterijnen Winkelcentrum. En in in Roermond in het McArthur Glen Outlet Center. En dat is een druk bezocht winkelcentrum met ruim 8 miljoen bezoekers per jaar. Dus een hele drukke locatie ook voor ons. Dan zitten we ook in België, al 15 jaar in Antwerpen, tussen het Centraal Station en de drukke winkelstraat De Mer aan de Keizerlei. En zoals Arjen aangaf, sinds februari in Brussel. Helaas zijn we maar 3 weken volledig open geweest voordat we noodgedwongen moesten sluiten. Maar in die 3 weken heeft dit restaurant boven onze verwachtingen gepresteerd. Dus daar zijn we erg blij mee en we kunnen niet wachten tot we die weer kunnen openen. Dan geef ik het woord weer aan Arjen. Claire, ik krijg één vraag. Over zeg maar de gast bij jullie. Richten jullie je vooral op mensen die zeg maar rondom uitgaansgebieden zitten? Of zijn jullie meer op zoek naar de business klant? Hele goede vraag. Wij zijn eigenlijk heel breed georiënteerd. Dus we hebben een hele brede doelgroep. Zowel de business mensen zoals in het WTC hebben veel lunches voor zakenmensen. Dat zien we trouwens ook in andere plekken. We zitten echt op A1 locaties in grote steden. Ofwel bij een station met veel doorloop van passagiers die in een korte tijd bij ons kunnen eten. Zoals ook in het WTC Zuid, Centraal Station en in Utrecht. Maar ook winkelend publiek, dagjesmensen, uitgaans publiek, mensen die van de musea komen op verschillende plekken bij ons in de restaurants. Dus het is heel divers. Zowel reizigers die doorstromen, zakenmensen uitgaan.
Ik hoop dat de vraag een beetje beantwoord. Ja, dat denk ik wel. Denk het wel, okay. Absoluut. En anders krijg ik een vervolgvraag. Dankjewel. Exact. Geef ik het woord weer naar Arjen. Ja, oké. Okay, dankjewel. En dan komen we nu eigenlijk bij een heel belangrijk punt in deze meeting. En dat is de crisis waar we momenteel middenin zitten. En ik kan me ontzettend goed voorstellen dat u als belegger zich afvraagt hoe een restaurant kan bestaan en de coronacrisis kan overleven, terwijl de restaurants van de overheid gedwongen moeten sluiten. En ook de ongewisheid over de tijdsduur van de crisis, die nu al 10 maanden lang voortduurt. Ik kan me voorstellen dat dat bij beleggers de nodige vragen oproept. Maar ik wil u graag uitleggen hoe wij deze crisis kunnen doorstaan en welke maatregelen er zijn genomen om dit goed door te kunnen komen. Heel belangrijk is dat wij steun ontvangen van de overheid, net zoals alle verschillende bedrijven in deze branche die getroffen is door de coronacrisis. Als eerste is daar de NOW-subsidie en die betaalt de salarissen van onze medewerkers voor het gedeelte van het omzetverlies. En op die manier hebben wij onze vaste mensen in dienst kunnen houden en staan we met elkaar klaar, met onze teams, om de restaurants weer te kunnen openen voor publiek en op dezelfde wijze weer te kunnen exploiteren als voor de crisis. Dus wij hebben iedereen in dienst kunnen houden. Die NOW-subsidie die we hebben ontvangen is geldt voor alle restaurants en het gaat om substantiële bedragen. Er is de NOW 1, 2 en 3 en die loopt mogelijk nog door tot misschien wel halverwege 2021, in ieder geval zoveel is toegezegd door de overheid. Heel belangrijk is dat die subsidies niet hoeven te worden terugbetaald, dus de ontvangen subsidies. Dat is geen lening, maar het is een subsidie die wij mogen houden. De tweede subsidie die is ontvangen door de overheid is een tegemoetkoming vaste lasten, de TVL. En dat is een subsidie waarmee wij een gedeelte van onze vaste lasten kunnen betalen. En ook daar geldt dat het is berekend voor het percentage van het omzetverlies. En ook hierin geldt dat dit een subsidie is en geen lening. Dus de overheid heeft deze maatregelen genomen om de bedrijven in deze branche steun te geven en in stand te houden, zodat we na de crisis weer door kunnen. Iets gelijks hebben wij ook in België. Alleen daar wordt het personeel wat niet werkt direct door de overheid betaald. In Nederland ontvangen de bedrijven steun en betalen de medewerkers. En in België betaalt de overheid de medewerkers en dat noemt men technische werkeloosheid. Ons personeel blijft daarmee beschikbaar om direct weer bij ons te kunnen werken zodra de restaurants weer geopend mogen worden. En net zoals de TVL in Nederland betaalt de overheid in België hinderpremie ter compensatie van de vaste lasten. Ook als een subsidie en geen lening. Het totaal ontvangen bedrag aan subsidies in Nederland en in België, wat wij hebben ontvangen dit jaar tot nu toe, bedraagt ruim 3 miljoen euro. Dus het gaat echt om een substantiële subsidie. En daarmee is een groot gedeelte van het omzetverlies wat wij door corona hebben geleden gecompenseerd. Daarnaast hebben wij op onze kosten bezuinigd. En wij hebben op de eerste plaats met alle verhuurders huurkortingen afgesproken. En deze huurkortingen die verschillen per locatie. En dat varieert van bijvoorbeeld 50% korting gedurende de lockdownperioden tot 75% huurkorting over het hele jaar. En het bedrag aan huurkorting wat wij in mindering hebben gekregen op de te betalen huur bedraagt ruim 800.000 euro tot nu toe. En ook voor 2021 zijn er afspraken gemaakt over voortdurende huurkortingen. Daarnaast hebben wij in België een crediteurenakkoord gesloten, volgens de wet continuïteit ondernemingen, waarbij alle crediteuren een gedeelte van de schuld kwijtschelden, hetgeen ons een baat heeft opgeleverd van 500.000 euro in 2020. Nou,
met al deze subsidies en met de huurkortingen en met het crediteurenakkoord hebben wij de omzetverliezen tijdens de coronacrisis grotendeels kunnen compenseren. En deze subsidies en huurkortingen die lopen uiteraard door zolang de coronacrisis duurt. En de verwachting is dat dat wellicht nog een aantal maanden kan duren, hoewel er nu duidelijk licht in de tunnel is, nu het vaccin wordt verspreid. En wij hebben de hoop en de verwachting dat wij zo rond maart onze restaurants weer kunnen openen en dan weer kunnen teruggrijpen naar de normale economie. En dat dan zonder overheidssubsidie en gewoon weer op eigen benen verder staan. Maar in ieder geval, met de maatregelen zijn wij in staat gebleken om 10 maanden coronacrisis te kunnen overbruggen. En ook de periode die voor ons ligt, dat de coronacrisis nog voort zal duren, zijn wij in staat om op die manier door te gaan, totdat wij weer in de komende jaren op eigen kracht verder kunnen exploiteren. Om de druk op de liquiditeit te vermijden, is met alle financiers afgesproken dat er geen aflossingen hebben plaatsgevonden en zullen plaatsvinden in 2020. De aflossingen die oorspronkelijk verplicht waren op de leningen naast de MPEX-lening, is dat deze opschuiven en achter de laatste termijn worden geplakt. Dat betekent dat er in de toekomst langer wordt afgelost, maar dat er nu geen liquiditeitsdruk ontstaat. Wel zijn alle rentebetalingen gedaan dit jaar en zullen ook gedaan blijven worden, net zoals de rentebetalingen aan MPEX zijn betaald. Nou, ten slotte heeft de Belastingdienst aangekondigd dat de belastingbetalingen over 2020 mogen worden opgeschort en vanaf juli 2021 kunnen worden afbetaald over een langere termijn van tenminste 3 jaar of langer, want er kunnen maatwerkafspraken worden gemaakt. En dat betekent dat er ook dit jaar en ook volgend jaar geen liquiditeitsdruk zal ontstaan. Wij zijn opgelucht en ook tevreden dat we deze maandenlange coronacrisis hebben weten te doorstaan. En we maken ons ook geen zorgen over de periode dat de coronacrisis nog voortduurt, voordat de restaurants weer open mogen gaan en we terugkeren naar de economie van voor corona. En met de subsidie en de huurkorting en ook niet onbelangrijk, en daar zal Claire straks even over praten, is de extra delivery die wij hebben weten te genereren. Want dat is extra inkomsten die we hebben gehad tijdens de periodes van sluiting. De subsidies, huurkorting en delivery, die hebben ons geholpen. En dat, dat is een geweldige prestatie. En dat geeft ons ook veel vertrouwen voor de toekomst. Claire, misschien kan jij verder iets uitleggen over de delivery. Ja, zeker. Dat zal ik doen. Wij hadden voordat lockdown 1 inging een exclusieve samenwerking met Uber Eats. Maar op het moment dat wij verplicht moesten sluiten en alleen nog via delivery konden verkopen, hebben wij ons direct ook aangesloten bij zowel Deliveroo als Thuisbezorgd. En we hebben afgelopen jaar in samenwerking met die drie platforms hard gewerkt om onze online positie te verstevigen in Benelux. En nou, dat is ook zeker gelukt. We hebben onze omzet afgelopen jaar verdubbeld wat betreft delivery ten opzichte van 2019. Dat hebben we gedaan door marketing in samenwerking met de platforms, het lanceren van een vegan menukaart op de platforms, maar ook het bezorgen, zelf bezorgen met onze eigen features in gebieden waar de platforms zelf niet komen, zoals Amsterdam-Noord en Roermond. Hier zijn we tevreden over, want deze verstevigde online positie die nemen we mee naar volgend jaar als we weer gewoon open mogen. En daardoor zal delivery een groter aandeel zijn van onze omzet dan dat het in het verleden was. Dus dat is een positief iets wat we mee kunnen nemen uit deze crisis. We hebben ons dan ook gedurende deze lockdown 1 en nu ook weer lockdown 2 heel erg gefocust op delivery om onze operations daarin te verbeteren, zodat we hoog op alle platforms scoren en onze reviews allemaal omhoog hebben kunnen krijgen. Dus dat is het enige met betrekking tot omzet pluspunt van 2020. Dan geef ik het woord weer verder. Ik krijg weer een vraag op jou even over delivery. Jullie zeggen dat de omzet is verdubbeld. Iemand vraagt, ja, zijn al jullie vestigingen zijn die open voor delivery? Ja, goede vraag.
In de eerste lockdown hebben we 2 vestigingen niet geopend voor delivery. Dat waren Amsterdam Centraal Station en Amsterdam Zuid. En dat kwam omdat gedurende de eerste lockdown waren er veel minder mensen op straat. Dus we deden toen ook nagenoeg geen takeaway. En met 2 restaurants konden we de spreiding in Amsterdam dekken met die platforms. Nu in de tweede lockdown zijn we wel met alle restaurants open en doen we ook aanzienlijk meer takeaway. Dus we merken dat er mensen ook naar onze restaurants toekomen om aan de deur te bestellen en het dan mee naar huis te nemen. En dan zien we dat zowel Centraal Station als Zuid daar juist goed scoren, omdat we toch wel zien dat hier weer meer doorloop is dan tijdens de eerste lockdown. We zijn heel even in België gesloten geweest toen daar alles dicht was, maar ook daar zijn we nu weer al lange tijd weer open met zowel delivery als takeaway. Oké, en dan ik krijg ondertussen een andere vraag, dan was ik even afgeleid. Iemand zegt dat de omzet, de delivery verdubbeld is afgelopen jaar, ten opzichte van, neem ik aan, voor de lockdown. Ja. Is daar nog een patroon in gedurende de 10 maanden dat jullie dicht zijn? Nou, het patroon is eigenlijk altijd, het is een beetje een seizoensfluctuatie voor delivery, waarbij je in de zomer wat minder delivery doet en wanneer het gaat regenen en koud wordt wat meer. Dat is een tendens die we sowieso elk jaar zien. Die hebben we ook dit jaar gezien. We zijn ook natuurlijk in de zomer open geweest. Maar ook toen hebben we gezien dat we meer delivery deden dan de zomer daarvoor. Dus ondanks dat we weer open waren, heeft de groei zich wel doorgezet. Als dat is wat je bedoelt. Ja, en dan de laatste vraag hierover. Ja. Betekent dat dit voor de komende jaren ook voor jullie een speerpunt worden? Hè? Het was nooit echt een heel erg speerpunt. Hè? Het was mensen krijgen in de winkel. Betekent dat jullie je hier ook nog meer op gaan richten naar de toekomst toe? Ja, het is altijd al een speerpunt geweest, maar inderdaad niet zo belangrijk. En nu is het het enige naast takeaway speerpunt wat we hebben gedurende de lockdown. Dus we hebben er echt veel meer aandacht aan gegeven omdat we die capaciteit nu hebben. En inderdaad, wat je aangeeft, dat zetten we voort richting volgend jaar. We hebben gewoon intern onze operations nog verder ingericht, zodat we delivery nog beter kunnen bedienen. Dus die operations en die verbeterde positie online, die nemen we zeker mee naar volgend jaar en de jaren daarna. Ja. Oké, ik heb nog een andere vraag, maar die komen zo meteen even bij jullie terug. Dankjewel. Ja, dat is goed. Even kijken, Arjen. Ja, oké. Dan wil ik het nu graag hebben over onze nieuwe vestiging. Westfield Unibail Rodamco die heeft de Mall of the Netherlands ontwikkeld in Leidsehagen. Dat is een enorme ontwikkeling met een investering van 600 miljoen. En het is de grootste ontwikkeling op winkelgebied met 117.000 vierkante meter retail. En het belooft een prachtig modern winkelcentrum te worden. Met veel internationale modebrands, modemerken. Een groot bioscoopcomplex, diverse bowlingbars, een grote foodcourt. Kortom, winkelen in Mall of the Netherlands zal een beleving worden, waarbij ons fast casual dining restaurantconcept uitstekend past. We hebben daar een hele grote unit gehuurd van 700 vierkante meter. Direct naast de entree van de foodcourt, tegenover het bioscoopcomplex. Dit wordt ons grootste restaurant met 250 zitplaatsen plus een buitenterras. En we verwachten dat dit restaurant het succes zal evenaren van ons restaurant in het outletcentrum Roermond van McArthur Glen. We hebben een huurcontract voor de Mall of the Netherlands al 3 jaar geleden getekend. Maar het was even twijfelachtig gedurende de coronacrisis of dit doorgang kon vinden. Nu is het goede nieuws dat wij een substantiële bouwbijdrage hebben ontvangen, waarmee het grootste deel van de bouwkosten is gedekt, wordt betaald. En dat is een bijdrage en het is geen lening, dus die komt niet op de balans en die hoeft niet te worden terugbetaald. Nou, dat is heel mooi nieuws en dat was voor ons het start zijn om direct met de bouw te kunnen starten. En daarmee ons restaurant te kunnen presenteren op de grand opening die plaatsvindt op 18 maart en wordt geopend door Willem-Alexander. Daarnaast is overeengekomen dat we voor een periode van 4 maanden geen huur hoeven te betalen. Wat ons helpt om in de startperiode onze liquiditeitspositie te versterken. En zo kunnen we een goede start maken in de Mall of the Netherlands.
En dan zien we met dit restaurant als toevoeging op de 9 bestaande restaurants de toekomst met veel vertrouwen tegemoet. Want we verwachten dat we na corona een inhaalslag kunnen maken. Wij verwachten dat alle inwoners, alle mensen, al onze gasten in Nederland en België rijkhalsend uitzien om weer te kunnen gaan winkelen en te kunnen gaan dineren. En we verwachten dat onze omzet daardoor een boost krijgt en dat we weer goed kunnen maken wat we in 2020 hebben moeten laten liggen. Nou, dan kom ik vervolgens op de... Arjan, even een ik heb een andere vraag zo meteen ook over je aandeelhouders en ook over de huidige lening. Ja. Vooropgesteld krijg ik ook een paar keer, dan wel individueel en ook in de algemene groep, complimenten over je verhaal tot dusver. Ook over alle maatregelen die jullie getroffen hebben. Ik denk dat jullie voor... jullie zitten in de sweet spot hoe jullie geraakt zijn. En alle maatregelen die jullie hebben gedaan is echt volgens het boekje. Dus nogmaals ook complimenten. Iemand zegt ook, ik ben blij dat ik obligatiehouder ben van Wakkerbama. Veel succes in 2021. Maar even over deze nieuwe locatie. Want die ziet er, vind ik zelf, prachtig uit. En ik kan me helemaal voorstellen dat jullie daar heel enthousiast van worden. Iemand vraagt, de aanwezigheid van een foodcourt überhaupt in het hele complex. Geeft dat geen prijsdruk? Omdat de ervaring met foodcourts in Azië juist is dat je voor heel weinig geld heel simpel een eenbordsgerecht kan krijgen. Oké, dat is inderdaad een interessante vraag. Maar dit zal wel een high-end foodcourt zijn van niveau. Het is dus niet zo dat daarvoor lage prijzen als in een markt gesnackt kan worden. Het zijn echt hele mooie boutiques, maar ook simpel koffies en takeaways en dus een diversiteit. Maar wij verwachten niet dat dat ons in de problemen brengt. Er is een mooie scala, een mooie branchemix aan aanbod voor eten en drinken. En het is ook bedoeld voor een grote hoeveelheid gasten. Als we dat vergelijken met Roermond, daar is ook een fors aanbod aan een horeca die de 8 miljoen bezoekers in Roermond voorzien van eten en drinken. En als men gaat winkelen, is daar de behoefte om ook te pauzeren, te lunchen of te dineren. En dan is het de verscheidenheid aan restaurants bij de foodcourt is alleen maar een plus. En dat maakt het uitgaan naar Mall of the Netherlands ook een beleving. Bovendien is er ook 's avonds een hoop te doen. Er is een hele uitgebreide bowlingbar, er zijn diverse bioscopen, er worden events georganiseerd. Optredens. Dus wij verwachten dat we zowel dag als avond daar goed kunnen exploiteren. En we zien juist de diversiteit in aanbod als een pluspunt, waardoor je interessanter wordt in het aanbod voor de gasten om naar Mall of the Netherlands te komen. Dus wij vrezen dat niet. We zien dat met vertrouwen tegemoet. En het zijn ook goede brands die daar gevestigd worden. Het zijn allemaal brands van niveau en diversiteit. Dus we zien dat als een pluspunt. Oké, heel goed. Dan nog even iets. Het gaat even iets verder terug aan het begin van je presentatie over je aandeelhouders, Takeaway en de jongens. Iemand vraagt, geeft dat nog financiële voordelen zoals bijvoorbeeld inkoopkortingen? Nou, het zijn voor ons strategische partners. En op het gebied van delivery is het vooral advies. Het is niet zo dat onze aandeelhouder daar met een dubbele pet, of die zit daar feitelijk met een dubbele pet, dus die kan daar geen belangenverstrengeling en korting verlenen. Maar het is wel zo dat we strategische adviezen krijgen over hoe wij het beste met onze delivery kunnen omgaan. Op het gebied van inkopen is het wel een strategische partner die ook belang heeft bij Wakkerbama als klant. En wij zijn met onze omzet eigenlijk de grootste klant ook van deze groothandel. Overigens geen kleine groothandel, want die doet half Nederland in bezorgt die dagelijks van levensmiddelen. Maar juist dat wij met deze groothandel als partner werken, betekent dat wij ook scherpe inkopen kunnen doen. En dat zij ook voor ons partijen kunnen inkopen die zij opslaan in hun koel- en vriesopslag. En dan bij ons dagelijks kunnen bezorgen in plaats dat wij zelf bijvoorbeeld in Scandinavië garnalen, pellets zouden moeten kopen tegen een scherpe prijs. Gaat dat in combinatie met onze groothandel? Dus we hebben daar beide profijt van en dat is een strategische keuze. Oké, leuk. Goed, dankjewel.
Verder nog een keer ook in de Z-Lab geruststellen en vooral overtuigende presentatie. Dus ik oh ja, nog één vraag. De laatste vraag die binnenkomt. Kun je iets vertellen over de schenking van de inrichting? Dus je gaf aan dat dit een bijdrage was. Volgens mij waren dat je letterlijke woorden. Ik had niet het woord stichting gehoord of schenking gehoord. Maar kun je iets vertellen over de bijdrage voor dit voor Leidzaam? Ik mag daar helaas niet veel over vertellen, want ik heb daar een geheimhoudingsplicht voor getekend. En dat heeft te maken met het feit dat er geen precedent mag worden geschept. Het is wel zo dat het op het laatste moment tot stand is gekomen, omdat het in het beider belang was dat wij daar ook met een mooie zaak ons konden vestigen in de Mall of the Netherlands. En dat is iets wat voor ons natuurlijk bijzonder goed uitkomt. En ik denk ook dat Wagamama een goede toevoeging is in de Mall of the Netherlands. Maar ik heb moeten tekenen voor geheimhouding, dus ik kan daar verder geen... Dan ga ik er ook niks meer over vragen. Dan ga ik ook niet vragen of je zei bijdrage of schenking. Ik verzoek je door te gaan. Dankjewel. Ja, oké. Nou, bedankt. Dat was dan net over de Mall of the Netherlands. En dan brengt dat ons naar de obligatielening die wij hebben geplaatst. En die heeft een minimum van 1,25 miljoen en een rentevergoeding van 9,25%. En met de opbrengst van deze obligatielening wordt de lopende obligatielening afgelost. En wordt ons nieuwe restaurant in Leidsehagen geopend. Het minimum is inmiddels gehaald en wordt aangevuld met eigen cashflow. En met de bouwbijdrage. Dus we gaan door met deze obligatielening. En als het tot het maximum wordt bereikt, wordt dat aangewend om onze liquiditeitspositie verder te versterken voor de komende jaren. En de gedetailleerde informatie daarvan vindt u op onze bedrijfsprofielpagina bij Ampex. Dan wil ik even door naar onze groeiambitie. Want wij openen nu ons 10e restaurant, maar we streven ernaar te groeien naar 20 restaurants in de komende jaren op A1 locaties in alle grote steden in Nederland en België. Of in locaties zoals Outlet Center Roermond of Mall of the Netherlands. Dat ligt niet in de steden, maar dat zijn ook hele drukke locaties. Het gaat ons altijd om A1 locaties, maar we verwachten dat er ruimte is om zeker tot 20 restaurants te groeien. En we verwachten dan dat we 1 à 2 restaurants per jaar kunnen openen, waarbij de gemiddelde omzet per restaurant 2,5 miljoen euro per jaar bedraagt, zodat we een omzet kunnen halen van 50 miljoen euro en een EBITDA-verwachting van 5 miljoen euro, 10% EBITDA. Tot zover is onze presentatie en wij hopen dat u met ons mee wil bouwen aan onze groei, de groei van Wagamama en het succes van Wagamama. Als u wilt beleggen, kunt u inschrijven bij Ampex. En de huidige inschrijving die sluit, corrigeer me als ik het niet goed zeg, Mark, maar aanstaande maandag. En dat betekent dat u vanaf maandag weer opnieuw kunt rekenen op een rentevergoeding van 9,25%. Dat is dezelfde rente als die we de afgelopen 5 jaar hebben betaald aan de huidige obligatielening. En tenslotte op de laatste pagina van deze presentatie staat, zoals we ook in de vorige bespreking hebben genoemd en op de bedrijfsprofielpagina ook staat vermeld, hebben we een incentive VIP-kaart voor iedere belegger om met 2 personen 25% korting 5 jaar lang te komen lunchen en dineren in al onze Wagamama restaurants. Dat was onze presentatie. Ik dank u heel erg. Ik denk dat het goed is om een kleine technische toelichting te geven op de huidige emissie en op de emissie die afgelost, de obligatielening die afgelost moet worden. Hè. Dat is even uit mijn hoofd april, dacht ik. Ja. Wat we gedaan hebben is bieden bezitters van de huidige obligatielening 1 over te stappen naar obligatielening 2. Die conversie kunnen wij voor mensen regelen. Dat betekent dat we zo meteen in april minder afgelost hoeven te worden, want dat wordt al automatisch doorgerold naar lening 1. Dat betekent ook dat je gelijk ook al rentedragend bent in lening 2. Mensen die, zoals jij zei, nu inschrijven, gaan in de eerstvolgende tranche mee. We gaan per maand uitgeven, zodat je iedere maand in de volgende tranche meegaat. Dus we kunnen nu tot en met april, iedere maand kun je inschrijven en dan kun je meedoen aan de nieuwe lening. En uiteindelijk zullen we lening 1 in april af laten lopen.
of af, die zal dan afgelost worden. En het ene met het opgehaalde geld nu en eventueel met verminderd met wat mensen nu doorgerold hebben. Ik weet dat we daar af en toe vragen over krijgen. Ons investor relations team is volledig op de hoogte van hoe deze transactie gaat. Kan dit ook vrij goed in het systeem werken. Dus beleggers hier nog vragen over hebben, verzoek ik ze contact op te nemen met MPEX. Je hebt het keurig opgenomen op info@mpex.nl of telefoonnummer. Ik krijg nogmaals very best wishes voor jullie voor 2021. Ik denk dat 2020 voor ons allemaal, maar zeker voor jullie, een jaar is om heel snel te vergeten. Dit zijn dingen die je als ondernemer niet kan voorspellen en amper op kan anticiperen. Maar ik denk dat jullie dat fantastisch gedaan hebben. Ook weer iemand die zegt, fantastisch, goeie dank voor je presentatie. Helder uitleg over alle regelingen waar jullie gebruik van maken. Iemand geeft een advies over een producent van zeewierproducten. Kijk daarnaar. Niet als een plenaire... Dat was niet de bedoeling dat plenair ging. Zie ik daarna in een comment. Veel dank. Ik zie geen nieuwe vragen meer komen. Ik denk dat het heel helder was. Ik wil jullie ook zelf hele fijne dagen, kerstdagen wensen. Goede jaarwisseling wensen. En laten we hopen dat 2021 een stuk beter wordt en dat de winkels meer open mogen. Want ik ben op zich een liefhebber van Wakkermama. Ik kwam altijd in Wakkermama Zuid. En ik hoop dat die winkels snel weer open mogen. Fijn. Ontzettend bedankt, Mark, voor deze inleiding. En wij wensen ook alle beleggers hele fijne kerstdagen. En hopelijk tot volgend jaar. Ja, iemand vraagt wanneer krijgen we de VIP-kaart. Die krijgen we natuurlijk zodra de lening afgerond is. En dat we alle beleggers tegelijkertijd de VIP-kaart kunnen sturen. Op dit moment, het is voor het is korting als je in het restaurant komt, toch? Ja, toon van de kaart. Ja. Ik had nog één vraag, zag ik nog tussendoor komen. 18 maart is de grote opening met koning Willem-Alexander. Ja. Dat is denk ik wel onder corona voorbehoud. Uiteraard, ja. Ja, dus we wachten verder af wat voor afspraken daarover gemaakt worden. Maar laten we hopen dat de opening mogelijk is en dat er ook voldoende publiek bij aanwezig mag zijn. We rekenen toch op dat er nu weer verruiming toegestaan is. En dat de vaccins hun werk gaan doen en de besmettingen afnemen. Zodat alle restaurants binnenkort worden toegestaan om de deuren te openen en meerdere mensen toe te laten. Maar hoeveel mensen exact op de opening mogen worden toegelaten, dat weten we niet. Dat is natuurlijk afwachten. Wij gaan er wel publiciteit en rugbaarheid aan geven. En we zullen ook al onze beleggers een uitnodiging sturen, zodat ze bij de opening aanwezig kunnen zijn. Oh, dat is leuk. Ja, ik raad ook aan, sterker ook als er andere ontwikkelingen zijn, informeer het via de website. We zullen jullie geregeld meenemen in de nieuwsbrief als er weer nieuwe ontwikkelingen zijn. Ja. Want ik weet zeker dat beleggers dit leuk en lekker vinden als ze weer langs mogen komen. Zeker. Gaan we doen. Je zegt, ik krijg er trek van. Nou, dat kan ook wel een beetje kloppen rondom de lunch. En kijk er naar uit om mijn VIP-kaart weer te mogen gebruiken bij jullie. Fijne feestdagen. Geweldig. Nou, fantastisch. Ja. Oké. Okay. Marjan, dankjewel voor jullie goede toelichting weer. Hele fijne dagen. Fijne dagen. En een gezond 2021 voor iedereen. Daar gaan we voor. Oké, dankjewel.